Slutjes. Als je niet zou weten welke sport ik deed, dan kun je het vooral zien aan mijn lengte. Want iedereen vraagt ook meteen aan mij, ook was op straat of waar dan ook. Of ik aan volleybal of basketbal doe, altijd een van die twee. Dus het is bij mij wel redelijk makkelijk te zien, denk ik. Lang en slank. Ik val wel veel op door die lengte. Maar ik moet zeggen dat het me eigenlijk niet zoveel meer deert. Vroeger was ik er wel onzeker over, maar dan ben je op de basisschool altijd de langste, altijd groter dan de andere jongens. En meisjes natuurlijk. Dus dat was wel vervelend in die tijd, maar ik heb er geen trauma aan overgehouden. En volleybal heeft er ook mede echt wel aan bijgedragen dat ik gewoon trots ben. Ik haal eigenlijk mijn kracht uit mijn kuiten voor het springen uiteraard. Ik haal kracht uit mijn bovenbenen, in de verdediging als je laag moet zitten om een bal te pasen. Ik haal kracht uit mijn romp als ik de aanval maak, want uit de romp haal je snelheid. En daar hoort natuurlijk ook je schouder bij. Dus op het moment dat je aanvalt, open je en dan kun je hem doorhalen. Ja, eigenlijk is het gewoon een hele keten van hier tot hier, dus alles. Ik ben er nog niet echt mee bezig hoe ik eruit zie na mijn sport. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat ik zonder pijn kan leven. Dat ik na mijn topsport de dingen bij moet houden die me pijn geven. Want ik denk niet dat topsport heel gezond is voor je lijf. Ik denk dat bijvoorbeeld die knie wel, dat in mijn dagelijks leven na mijn sport wel last van zou kunnen hebben. Dus dat ik dat wel moet bijhouden. Maar verder ben ik er nog niet mee bezig, want ik hoop gewoon dat ik het nog even volhoud met het lichaam.